Ruud Brood, ik denk dat het best een moeizame wedstrijd was vanavond in Almelo. Ja, tuurlijk. Dat heb je ook gezien, maar dat gaf de collega ook aan. Ook voor hun was het heel moeilijk. Een wedstrijd waarin je geduld moet betrachten. Zij zijn toch ook wel een team dat heel compact kan verdedigen en op zijn tijd goede druk vooruit. Met individuele kwaliteiten, maar als we naar onszelf kijken, hebben we de eerste helft wel verdedigd. Hebben we eigenlijk behoudens wat schoten geen kans weggegeven, maar aan de bal waren we niet goed genoeg om er doorheen te komen. En dan merk je dus ook dat je heel snel de bal kwijt bent, vanuit het middenveld of met name in de voorste linie. Ja, dat is dan jammer, daar hebben we het over gehad in de rust, maar het was best wel een hele moeizame wedstrijd. En helaas hebben we die niet weten om te zetten door kansen te creëren of, als het dan zo is, om een puntje weg te slepen. Het weinig kansen creëren van Heracles, was dat vooral een verdienste van de thuisploeg of was het dat jullie wat matiger voor de dag kwamen? Dat wij geen kansen weggaven? Ja, dat jullie niet echt tot kansen kwamen, zo bedoel ik het. Ik wil wel zeggen dat wij niet tot kansen... Ja, dat legde ik net uit. Ik moet ook zeggen dat Heracles, ik heb ze natuurlijk een paar keer gezien, die kunnen heel gegroepeerd verdedigen. En als team zijn ze wat verder om druk vooruit te geven. Nou, dan moet je aan de bal trachten je vrije man te zoeken in het middenveld of aan de zijkant te doorkomen. Ja, dat was moeizaam. En als dat dan niet lukt, dan moet je trachten weer naar voren te spelen, linie over te slaan en daarbij te sluiten. Al met al was dat heel lastig gewoon klaar vanavond. Ja. Karami die nam het plekje over van Arnold vandaag. Mounir keerde terug in de selectie. Heb je bijvoorbeeld ook overwogen om Ilić te laten starten vandaag? Nou, wij overwegen alles, maar we willen ook zeker na een gewonnen wedstrijd wat vastigheid. Maar we houden ook rekening met jongens om een voorbeeld te geven die misschien wat vermoeid zijn wat je zag. Maar ook keken we naar Mitchell die op scherp staat met gele kaarten. Dus dat moet je ook in je achterhoofd meenemen. Maar ja, Ilić weten we dat het een middenvelder is of van de zijkant kan spelen. Ja. Wat is het belangrijkste dat je meeneemt naar de thuiswedstrijd van komende vrijdag tegen Emmen? Ja, daar zullen wij het intern over hebben, maar daar ga ik niet allemaal naar buiten lopen gooien. Nee. Veel succes. Dankjewel.